vegane en vegetarische hap. Magazine is weer aan het schilderen. Zaadjes. Dan voel ik me meteen zo slecht en moe. En ook boven gaat het los. Hallo allemaal, welkom. Hoi. Welkom in deze nieuwe weekvlog. Het is mijn vakantie, dus de kindjes zijn lekker thuis. Hey. We gaan even samen naar de Action om wat vakantiespulletjes te halen. En naar de Albertijn. We zijn weer terug. Ik laat jullie even zien wat we bij de Albertijn hebben gekocht. Nou, als mama een avondje werken is, dan mag papa koken. Dit dus. Deze heeft Lea gekozen. De kids mochten wat kiezen. En deze heeft Nick gekozen. En dit is de snack die papa en ik heel graag lusten. Voor als we weer een kampvuurtje buiten maken. Marshmallows, chipjes, vegane en vegetarische hap. Falafels en Toscaanse curry. Biologisch vlees, rund en kip. Biologische kipfilet en vegetarische smeerworst. Zaanse snijder of Zaans smeergranen zonder dextrose staat. Broodjes voor de lunch, kaalbroodje voor mij. Die witte wilde de kids graag hebben. Biologische smeerboter. De komkommer was op. Soja, yoghurt, amandel, rijstmelk voor de havermoutpap 's ochtends. Dit komt daar ook in. En omdat bij de vorige workshop de happiness heel goed liep, heb ik die weer gehaald. En ook de flow erbij. En dit is een magazine voor vegans. Dus ik ben benieuwd wat daar voor leuke tips in staan. En dan laat ik jullie nog zien wat de kids, nou ja, wat we gekocht hebben bij de Action. De kids mochten wat dingen uitkiezen omdat het nu vakantie is. 1, 2, 3. Als je tegen een bot of tegen zijn voeten, dan doet hij dit. En ons Leaatje. Oh, wauw. Is weer aan het schilderen. En hebben we ook van die matten weer gekocht. Die kosten nog geen euro. Om de tafel een beetje schoon te houden. Maar ja, als ik dan weer hier kijk, dan zit het ook nog verf op. Maar goed, nemen we niet zo nauw een schat. Voor Nick heb ik ook zo'n mat gekocht. Verf, ook voor Lea. En ook wel voor Nick, want die wilde dat ook wel doen. Met deze erbij. Twee mappen eigenlijk om hun kunstwerkjes die ze van school meenemen in te bewaren. Een boek over kruiden voor iedereen. Daar staat in ja, hoe een kruid het beste kan groeien. Wat het nodig heeft. En ook medicinale werking. Enzovoort. Dus dat vond ik wel heel interessant. Heb ik voor mezelf gekocht, maar ook voor de buurvrouw. Want die vindt dat ook leuk volgens mij. Met ook drie kruiden erbij, zaadjes. Deze voor baby Sen, want die waren vorige keer goed bevallen. Dit ook voor Nick en Lea om te doen in de vakantie. Wat moet je? Koop ik weer zo. Eerst mag jij. Oké. Okay. Wacht, je moet eerst dit doen. Dankjewel. Oké, okay, daar gaat hij. Nee. Het is dit, hè? Ah, die is helemaal niet weg. Haha, ik heb gewonnen. Kijk maar. Goed zo, jongen. Ik heb niet gewonnen. Nick en mama. En jij had één keer gewonnen. 1, 2. En mij is nog verder. 1, 2. Een stuitje is al niet goed. Ik weet zeker dat deze gaat winnen. Yes. Oeh, bijna. Papa is even zwemmen met Nick. Er is geen zwemles, maar je kan dan zelf er naartoe gaan om je kind het zelf te leren. En dan kun je wat vragen stellen aan de instructeurs die daar rondlopen als je dat wilt. En omdat de vorige keer, dat is de tweede zwemles, niet zo heel goed ging. Nick was een beetje van streek. Terwijl hij alle oefeningen goed kon, maar hij vond het toch niks dat papa niet in de buurt wordt. Dus hadden we zoiets van, dan gaan we ja, nog deze week en volgende week even zelf met hem oefenen. En hopen dat hij daardoor ja, ook wat meer went aan het bad enzovoort. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. En Lea en ik gaan even een rondje fietsen. Zo jongens, een rondje fietsen was weer leuk. Ik moet zeggen, ik moest me eventjes over wat dingen heen zetten. Beetje een bang moment, want ik dacht, het is mijn vakantie, Maarten moet werken, maar ik ga er gewoon toch iets leuks van maken samen met de kids. En dat was ook best goed begonnen vanochtend, was heel leuk en ook vanmiddag was leuk. En vanaf het moment dat Lea
een bed was. Nou, toen hij in bed was, heb ik samen met Nick Mees Kees gekeken. Dat was ook nog leuk. En daarna begon hij zich te vervelen. En ik heb ook nog wel wat spellen met hem gedaan, met de auto's en zo. Maar daarna liep hij echt een beetje rond. Zo van, ja, ik verveel me. En ja, om dan de hele dag met je kinderen bezig te zijn, ja, heb ik gewoon wat moeite mee. Moet ik gewoon eerlijk zeggen. Tenzij we dus echt erop uit zijn. Weet je wel, echt naar buiten of naar een speeltuin of wandelen of wat dan ook. Dan is het anders. Maar het zat er niet in met leerslaapje en omdat Nick niet meer moest zwemmen. Dus ja, dan heb je soms zo'n moment van, boah, ik heb dat in ieder geval. Dan voel ik me meteen zo'n slechte moeder. Zo van, ja, een beetje egoïstisch dat je weer tijd voor jezelf wilt of zo. Ja, en dan heb je de was nog staan en ik weet niet. En het is weer zeg maar die periode van de maand. Waarin ik dat dan toch allemaal niet zo goed op een rij heb, als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, ik ben benieuwd. We hebben nog maar 2 weken te gaan. Vandaag was pas de eerste vakantiedag. Dus ik hoop dat ik de draai nog vind samen met de kids. Zij zijn ook, natuurlijk ook niet gewend. Nick is het niet gewend om zo lang thuis te zijn natuurlijk. Hij is normaal iedere dag op school, behalve vrijdag. En op vrijdag staan ook meestal leuke dingen op de planning. Dus ja. Ik ga eens even bedenken wat we allemaal nog kunnen doen aan leuke dingen. Die de kids ook leuk vinden. Die ik gewoon als mama alleen met 2 kindjes kan doen. Hoop ik dat het weer nog meespeelt. En dan gaan we het zien deze week. Als jullie tips hebben. En ook ja, jullie ervaringen wil ik ook wel eens horen. Want dan ben ik de enige die dan af en toe zoiets heeft van. Of zijn jullie allemaal van die supermoms? Die dan... zelf enorm van genieten om van 's ochtends tot 's avonds met hun kindjes te zijn. Ik zou willen dat ik dat was, maar loop ik dan toch weer tegenaan dat dat niet helemaal waar is. En als Maarten erbij is, dan is dat anders. Dan vind ik het echt, dan geniet ik echt enorm van de gezinstijd. En, nee. Ik heb hele goede hulp gekregen. Lea helpt mama met de salade, hè? Nee, met zaad. Wat is dat? Met paprika. Paprika, hè? En wat is dat gele? Weet ik niet. Wat heb je nu in je handen? Weet ik niet. Meis. Ja. Het is zondagochtend. De kids hangen even voor de televisie, zoals dat hoort in de vakantie. En ik ga lekker een papje maken. Half mijn papje. En dan gaan we samen naar de DM. Ja, we moeten nog even je haartjes doen, dus gaat. En je mondje wassen. Nou, we gaan eventjes verder eten hier. We zijn weer terug van de DM. En ik laat jullie even zien wat we gekocht hebben. Luierdoekjes voor de kids. Natuurlijke zonnebrandcrème voor de kids. Mijn deodorant. Een nieuw douchegel. Handzeep. Dit is voor de grond schoon te maken. Wasmiddel. Vaatwasmiddel. Allesreiniger. Voor de wc schoon te maken. Ik zeg altijd wc eend. Ik heb geen idee hoe dat echt heet. Badkamerreiniger. Dit is voor het... dit vinden de kids lekker. Dit ook. Mama ook wel. Chocopasta. Brood wat ik altijd eet. Dit is een currysaus. En die gebruik ik dan een klein beetje om het saus mee aan te maken. Niet de hele pot. Die smaakt intensief. Rijstmelk. Dan hebben we hier wat snacks. De kids mochten kiezen. Dat ze vakantie hebben. En ja, het zijn allemaal gezonde dingen. Redelijk gezonde dingen. Dus dat scheelt. We hebben deze gekozen. Deze met cacao. Die zijn met dadels gemaakt. Dit zijn van die bretzels. Hier zit rode biet en wortel in. We krijgen dit weekend logés. Vrienden die we in Frankrijk hebben leren kennen. Dat leg ik dan op hun bed. Chocolaatjes. Dit is vegan chocola. Dit is voor onze vrienden. Die hebben gevraagd of ik dat voor hun kids even wilde halen. Van die bekertjes. Vegan koekjes. En dat was hem. Lea is lekker aan het slapen. Nick en ik zijn aan het kleuren. We hebben ook nog dit gedaan. 4 op een rij. En ik heb altijd gewonnen. Niet waar. Ik heb op het laatste gewonnen. Dat klopt. Toen had je door hoe het zit, schat. Ja. Het is woensdagochtend en we doen heel rustig aan. Heel rustig aan. Het is 9 uur. Ik ben nog steeds lekker in mijn PJ's. Ik heb vanochtend met de kinderen gebrainstormd wat we deze vakantie nog voor leuke dingetjes kunnen doen. Zonder papa. Hier staat nog het ontbijt gebeuren. He, in het kader van rustig aan. Hier hebben de kids al gespeeld. En ook boven gaat het los. Knex.
Lea in de mand. Het is donderdagochtend. Ik ga zo meteen met de kinderen naar de intratuin in Sittard, want daar is zo'n ballenbakgedeelte. En dan kan ik lekker even zitten en een kopje thee drinken. Ja, ballenbla! En Deborah gaat mee met Sam, dus nog gezelliger. Dit is wat ik gisteren heb gemaakt bij mijn zusje. Need less, find more. Moest baby zijn huilen? Ja. En Lea, wat was jij hier aan het doen? Je moest lekker met het poppenhuizen spelen, hè? En Nick, wat was jij toen met de auto's? Met de Transformers. Zo, we zijn weer lekker thuis. Lea slaapt. Nicky die wilde heel graag even YouTube kijken. Dat vindt hij het einde, dus ja. Mag dan wel eventjes, want vanavond gaan we ook weer weg. We gaan eten bij opa en oma. Want die gaan naar Amerika. Aantal weekjes. En ik ga even restjes maken. Opmaken. Omdat het kan. Yeah. Nou, valt wel mee. Het is donderdagavond en de kids slapen. Het is 8:30. Maarten heeft morgen vrij, morgen zijn we de Koningsdag. Dus ik heb hier wat lekkers staan. En we gaan een of andere leuke documentaire kijken over vanlife. Volgens mij heet het Vanlifers. Dus daar heb ik zin in. Vooraf ga ik nog eventjes editen. En ik wil jullie even laten zien wat ik van mijn eerste neem. Mijn derde tevreden proefklant heb gekregen. Zo lief. Met een engeltje en make it happen. En dan, ja, hoe fijn het vond. Zo lief. Zo leuk.